ben hier in Amersfoort op bezoek bij restaurant Merlot. Hier ontmoet ik Zdenka van der Linden en we gaan praten over Slowaakse wijnen. Hey, hallo. Hoi Zdenka, wie ben je en wat doe je? Ik ben Zdenka van der Linden. Ik heb sinds kort ben een eigen bedrijf begonnen. Sinds kort in Tsjechische en Slowaakse wijnen. Het is een bedrijf die daarin gespecialiseerd is. Met het doel om deze twee landen op elkaar te zetten. Doe je dat part-time of full-time? Nou, dat probeer ik gedeeltelijk te doen. Overdag ben ik bezig met most en 's avonds ben ik eigenlijk al heel lang werkzaam in Merlot als sommelier. Omdat ik dat ook heel erg leuk vind, bezig zijn met eten en drinken, wat natuurlijk daarmee te maken heeft. Liefde komt vanuit de wijn en de gastronomie en vandaar dat ook een stukje specialisatie in twee landen die eigenlijk nog geen kans hebben gekregen in Nederland om daarin de kennis te maken. We gaan het hebben over Slowaakse wijnen. Wat is het geschiedenis van dit wijnland? Nou, je moet het zo zien. Het is eigenlijk een land die heel klassieke wijnen maakt. Het is ook een hele oude land. Want de eerste manier van hoe de wijnbouw begonnen is in Tsjechië dateert al vanaf 9e, 10e eeuw. Dus het is niet zomaar dat ze ineens verzonnen 10 jaar geleden we gaan een wijn maken. We hebben hier wijnen staan van Karpatska Perla. Waar is dat wijnhuis gevestigd? Het is in een klein dorpje Šenkvice in Slowakije, vlakbij Bratislava, de hoofdstad. Dus daar zitten we echt in dezelfde verlengde als Wenen. Het is allemaal heel dicht op elkaar. En daar is het ongeveer een half uurtje vandaan met auto's. Een klein dorpje. Ze hebben een aantal jaar geleden verbouwd als een wijnhuis. Dus het is wel echt een familiebedrijf die dus vanaf 1991 is gestart. En die vanaf het begin, vanaf nul, hebben verzorgd dat ze deze prachtige uitstraling ook mee zich meebrengen. Wat is dit voor witte wijn? Nou, het is een hele typerende eigen druifsoort, Moravische muscat. Dus in Moravië gekruist door Muscat Otonel met prachtdruiven. Dat is een oude ras nog, die dus alleen voor de kruisingen is bestemd. Maar Muscat Otonel die doet het natuurlijk. En hele aromatische wijn. Juist met heel veel overweldigende geur, die dus wijn en mensen aantrekt. En veel sap in de mond. En daarna komt de frisheid, wat heel essentieel is. Want de slankheid, elegantie en de zuren, die blijven wijn eigenlijk dorstlessende karakter geven. En dat moet je hebben. Je mag wel restzoet hebben, maar als het niet opvalt. Dus dat geeft de wijn heel veel intensiteit, maar ook veel sap. Hij eindigt echt mooi droog, inderdaad. Ja. Prachtig. Ja. Dan gaan we leuk de rode wijn ook proeven. Jagnet. Moet ik dat zo uitspreken? Jagnet? Jagnet. Als je één keer hebt een jagnet geproefd, dan werkt die als een magneet, dus je wil eigenlijk niks anders. Oké. Okay. Pas op, werkt verslavend. Ja, werkt verslavend, ja. Ja. Wat leuk is dat de wijn heel lichtvoetig is. Mooie kleuren, doet bijna een beetje Pinot Noir ook aan denken. Het is familie van Pinot Noir, Saint Laurent. In vertaling is het veel makkelijker dan Svetlana Wawrinewska. Veel makkelijker. Veel makkelijker. Ja. En wat leuk is dat hij lichtvoetig is. Dus ondanks dat er rode wijn is, kan die uiteraard ook bij vis. Mm. Wat heel vaak wordt vergeten. Het is niet altijd wit vis bij rood vlees. Maar hij blijft intens hangen. Het heeft ook houten vaten opvoeding. Ja. Dus het heeft de grote voeders gehad. Maar het is puur begeleidend. Dus je zou absoluut niet nog niet eens zeggen dat deze wijn heeft zo lang op houten vaten gelegen. Want dat maakt hem heel toegankelijk. Het is ook 2008, dus al een stukje verouderd. Dus daardoor ervaar je de wijn ook licht belegen. Ja. Maar veel sap,
heel verfrissend. Ja. Ook voor de komende periode natuurlijk. Voorjaar, zomer zijn dit soort wijnen natuurlijk perfect. Super interessant om dit verhaal te horen over zo'n mooi wijnland. Dankjewel en ik hoop nog vaak Slovaakse wijn te mogen drinken. Dankjewel. Proost. Proost. Nozdraví.